voetbal, Joker Nederland. Oké, okay. Nou, die vraag nemen we natuurlijk. Natuurlijk, neem de vraag. Nemen, we maken kinderen mee. Welke doelman van het Nederlands elftal moest zich na de Tweede Wereldoorlog voor de rechter verantwoorden wegens zijn foute rol tijdens de Duitse bezetting? Direct een leuke vraag om te beginnen. Ja. Wat nemen we? Frans de Munk, Leo Houtman, Just Frank. Kiel, over! Yeah! Ik weet het, de overeen loopt een meter, dus we hebben tijddruk. Mijn beurs heeft tijddruk. We hebben niks aan. Dan kan je gewoon in jezelf oplezen. Kijk, we moeten overleggen. Kijk, ik leef alleen maar voor jullie. Of voor de kijkers. Ja, nou, doe er niet zo lang over als je wilt. Nee, maar jullie komen ondertussen wel. Zo mee. Ja, nee. Ik voel het wel prima. In 1936 won het Nederlands elftal van Frankrijk. Puk van Heel speelde zijn 50ste interland. Voor welke, Feyenoorder was die wedstrijd 9e interland? Ja, druk! Is goed. Kiel. Hey! In your face. Nou, volgende. Jongen, ja. Ik zeg niks meer, want jij bent echt een kenner hier. Voetbal 81, Nederland. Ga je nemen we. Nemen we, zou ik zeggen. Wie was interim bondscoach voor de Nederlands elftal in de periode tussen 12 januari en 1 juli 81? Dus tussen twee bondscoaches, Jans van Kerenredes. Maar wie weet dat nou dan? Michel Verzeer, die dag van keer. Ken je ergens Appel niet dan? Nee. Maar, dat is van PSV. Fout. Ja, ik zeg die moet je nemen, ik zeg die ken ik. Tjoh, jongen, dat is zo makkelijk dit, jongens. Dat is zo makkelijk dit. En wat nadeel en voordeel, weer voetbal, 82 Italië. Nee. Kun je nog een keer op start drukken? Nee, dat gaat niet. Goed. Nee. Nou. Hoe heette de Nederlandse scheidsrechter bij het duel West-Duitsland-Frankrijk in de halve finales van het WK 1982 in Italië? Jan Keijzer, ik denk dat ja, ik Jan Keijzer. Die is ervoor. Die had ik ook gekozen, hoor. Die is zat er ervoor. Jan Keijzer! Dat is de meest standaard radio. Scheidsrechter. Je kunt wel lachen, maar we staan nog steeds punten voor. Oké, volgende vraag. Jan Keijzer klinkt in ons. Dug. Bolen. 89. Nou, succes heren. Doe dit, gaan we goed doen hoor. Nee. Ja, dit is gewoon een lucky dit. Nu beantwoord ik wel, misschien dat het dag goed komt. Oké. Okay. Egoïst. De kegelbond in Nederland bestond in 1989, 80 jaar. Kegelen en bolen wordt vaak over één kam geschoren. Wat is echter het grote verschil wat betreft de baan waardoor kegelen moeilijker is dan bolen? De baan is troever, hindernissen op de baan. B! Weet ik zeker. Hier ik ben totaal arrogant. 45 punten tegen 30 punten. We komen dichterbij. Dat is lucky dit weer. Formule 1, 95. Oh ja. Dat weet ik wel redelijk. Mijn geboorte, ja. Goed. De Nederlandse autocoureur Jos Verstappen ging in 1995 aan de slag bij een ander team. Welk team? Sauber. Fout. Simtek. Kevin, waarom luister ik nou naar jou, jongen? Nou, dat is niet mijn schuld hoor, ik heb niet op het antwoord. Maar we staan nog achter, Dennis. Ja, 1-1 toch? Ja, we gaan even. Zo 30-45, omdat wij de eerste vraag goed hadden, kregen we weer bonus. Ah, zo, de U. Dus, dat is het. En Joker 95, Spanje. Nou, neem hem. Neem die Joker. Welke sport boven de Spaanse Conchita Martínez? Die weet ik. Dus, atletiek? Ja. Nee, het was tennis. Haha, nice! Jammer Joop. Start. Okay, shit, dit is spannend. Waar is het afgelopen? Basketbal 94. Die weet het toch? Ja. Ja, kunnen we nog een keer starten? Nee, dat kan niet. Nee. Dat kan niet, hè? Waarom? Chicago Bulls vraag je, let op. Ja. En heeft Fine won de Amerikaanse NCAA-titel. Dat is iets als de scholenkampioenschap basketbal. Wat bekendste sport van. Oprah Winfrey? Bill Clinton? Bill Clinton doen? Ja. Oh! Lekker jongens! Dat is puur kennis, hè? Dus zeg dan nog, je moet eerst zeggen met die verbazende kop van je Oprah Winfrey. Maar stel je voor dat zij echt zo achterlijk waren. Dat kan, hè? Ja, dat kan. Dat kan, ja, dat ging voor Bill Clinton. Je moet je muil houden. Je moet je muil! Ja. Oh, lekker jongens. Volgende. Nou, sport en bier, dat gaat samen. Jullie hebben geen bier gehad. Ik mag ondertussen wel stellen dat het toch wel een redelijk, tenminste veel mensen klagen over de CD, maar we vermaken ons kostelijk dit is, met deze dit, game. Dit is, met een paar biertjes, ja. En ik met mijn nuchtroofd ook wel hoor. Ja, dat heb je als je een paar... Voetbal, 91 Italië.
Oh, dit is wel makkelijk dit. Ja, het gaat over AC Milan zeker. Waarschijnlijk. De Argentijnse international Batistuta vertrok in de zomer van 91 uit het thuisland. Hij ging spelen voor de Italiaanse Fiorentina. Van welke club? Oh ja, die weet ik. Die weet ik. Boca Juniors. Ja! Yes! Ja, dat had ik. Oké, never mind. Waarom staat er 2-5? Ja, maar Boca Juniors is volgens mij hand liggend. Ja. Dat is ook echt de beste. Maar deze wist ik wel. Ik wist wel. Is het atletiek? Ja, nee, hardlopen, denk ik. Oh ja, boeien. Nou goed. Dit is toch wel de gokken, denk ik. Tijdens de zomerspelen van Los Angeles in 1984 eindigde de beste Nederlander marathon op de 39ste plaats. Hoe heette hij? Ik heb geen flauw idee. Kevin, zeg jij het maar. Jij boek klinkt interessant. Ja, dat dachten we, dat wisten we al. Ik had geen flauw idee. Dat was ook... Maar het is wel interessant dit, want het zijn wel echt moeilijke vragen. Hoor. Ja, maar als ze dan ook even gelijk daarna zeggen wat het antwoord is, dan kun je er ook van leren. Nee, maar het is juist voor de replay leuker dat ze het niet doen. Ja inderdaad. Ja, klopt. Ja, En voor de kijkers die kunnen zeggen van, ondertussen tweede scherm Google... Van, hey idioten! Nou niet agressief. Nee, die gast die moet naar links, maar goed. Ja, van, hey idioten, denken die kijkers dan, van dat is zo en zo en zo. Nou. Het zijn best pittige vragen. Dat is best wel. Atletiek 84 Amerika. Ah, oh, die is wel ietsjes meer te doen dan die had voor. Ah, nee, denk ik niet. We nemen hem. Moet je iets één zeggen. Dat is een vrouw. Dat is een van 84 eindigt de marathon. Bij de vrouwen. Nederlands op 2. Els vader. Els van Hulst. Van Hulst. Van Hulst? Ja. Els vader. We staan al steeds voor. Hoeveel rondes duurt dit? Met veel kennis. Ik kan het instellen. Ik heb ingesteld op 8 rondes. Voetbal, joker, joker. Oh, die nemen we. Dus we kunnen een dikke vette bonus krijgen. Dat is een dikke bonuspunt. Waarschijnlijk wordt het dan niet. Als een voetballer de bal naar het doel gooit, wat moet de scheidsrechter dan beslissen? Ah, nee! Dat is echt zo'n makkelijke vraag. Met die twee van die jokers. Hè? 105? Yeah. Criminelen! Yes! Succes! Sorry. We hebben niet alleen! Wij hoeven helemaal niks meer goed te antwoorden! Nee, we hebben gewoon eerlijk geantwoord. Dus terecht 195 punten. Dit was een beetje een vraag van jeugd. Ja, kom nou, dat ben je toch? Is er echt een beetje voorbij? Voor ons hoor je niet klagen. Nee, wat een makkelijke vraag. En wij krijgen ook een makkelijke nu. Echt, maar dan zeggen jullie alleen maar met jullie achterstaan. Sovjet-Unie. Opeens hebben jullie de goede antwoord. Dat moet wel toch ook wel te doen zijn. Oké. Het WK-duel tussen Rusland en Cameroen tijdens het WK-voetbal van 4-6. Hoe vaak scoorde de Rus Oleg Salenko? Die weet ik 6-1. Niet. 6-1. Hij zat er niet 6 keer gescoord. Nee, lijkt me sterk. 4. 4? Ja, denk ik. Jammer. Start door. Goed. Dat gaat lekker zo. Ja, hallo! Dankjewel, Zeni. Oh, dankjewel. Ja, Zeni is toch niet zo goed. Welke sport beoefent de Nederlander Ton Sijbrands? Het klinkt niet als een dam of een starter. Niet dart. Is sjoelen een sport? Schaken. Schaken is een officiële sport. Nee, dat dacht ik niet. Sjoelen is geen officiële sport. Nee, dammen is geen officiële sport. Schaken, de darten wel. Ja, maar blijkbaar. Ja, maar darten sowieso niet. Nee, dat klonk mij totaal niet bekend als in de orde. Ik ken een heleboel darters. We draaien. De naam. Ja, als wij dan ook even jokers krijgen. Schaatsen. Succes. Canada. Oh, succes. Het gaat over de Olympische Spelen. Kan je hè? Nee. En 88 in Canada. Vancouver. Dat gaat sowieso Vancouver vragen, inderdaad. Welke Amerikaanse schaatser won tijdens de winterspelen van Gulgari in 88? Over 500 meter. Dat is ook zo'n moeilijke vraag. Bonnie Blair? Dat klinkt wel leuk. Dit klinkt Canadees. Snel! Oh. Je had voor Bonnie Blair moeten kiezen. Ja, Bonnie Blair was waarschijnlijk Bonnie Blair! Voor. Maar dit zijn ook echt vragen. Dit echt... Een beetje kennis voor hebben. Ja, echt kennis. Met de huis. Hey, voor onze Belgische... Hey, België, hè? Amai! Alleen manneke! Nederland en België vroegen kort geleden de handen in elkaar en besloten om samen een groot voetbaltoernooi. Welk toernooi? Vierlanden toernooi, toch? Ja. Nee, mooi. Maar we hebben gewonnen, want het was de laatste ronde. Dus, we are the champions, my friend. Nou, we zijn al tweede. Onbekend heeft gewonnen. Onbekend, ja.
dat gewoon is. Onbekend is de beste, het is altijd de beste, hè, onbekend. Maar wie is dat dan? Ja, we krijgen onze revanche met Lingo. Dat is de camera. Hoi. Ik moet zeggen, het wordt vaak afgekraakt. Het is ook fucking kut. Gedeeltelijk terecht afgekraakt. Gedeeltelijk terecht, maar je kunt zien dat er wel games zijn die hun... ja, maar dit is vermakelijk, maar dit is niet kwalitatief hoogstaand. Nee. Dit kan iedereen debiel maken. Ja, maar goed, het werkt wel. Het werkt ja. Het is leuk met elkaar. Ja. Ik heb me vermaakt. Ja. We gaan door naar Lingo. Mits het wil starten. Just Lingo. Oh ja, daar hebben we ook nog weer mee te maken. Sydney staat niet alles op. Wat was Lingo ook alweer? Een spel. Een spel. Oh, wat moest je doen met Lingo? Ah, dat is met die balletjes.